Goedemiddag allemaal, beste jury. Wij debatteren hier vandaag over de albekende stelling. In dit debat is naar voren gekomen dat er een deel is van de Haarlemmermeer dat een bovengemiddeld inkomen heeft. En wij dus vinden dat daar van 2% moet afgestaan worden aan goede doelen, verbeterende Haarlemmermeer goede doelen. In ieder geval goede doelen die de Haarlemmermeer verbeteren en beter ontwikkelen. De tegenstanders zeiden tegen ons groeiargument dat de Haarlemmermeer helemaal niet zoveel onderontwikkelende delen heeft. Maar juist die delen die er wel zijn, die onontwikkeld zijn, willen we net zo ontwikkeld maken. Zodat het echt één groot goed geheel wordt dat helemaal gemiddeld is. En niet een deel ondergemiddeld en een deel bovengemiddeld. Verder hadden we ons samen één argument. En wij wilden dat meer... iedereen gelijke kansen kreeg en dat er bijvoorbeeld meer samenkomende gelegenheden kwamen. Nou, oké, dat was het.